Hey mensen, Ardemen hier. Wat moet het voor jullie, sommigen van jullie raar zijn om mij opeens in het Nederlands te horen? Maar dat heeft een reden. Laat ik eerst beginnen met nog een keer aan jullie vragen dat ik jullie hulp nodig heb met een idee om iets te gaan doen voor het glazen huis. Het Nederlandse glazen huis. Ik loop erover te denken om misschien een 24 uur streaming sessie te houden. Maar als jullie nog andere ideeën hebben wat ik misschien kan doen. Met het kleine platformpje dat ik toch nog een klein beetje heb. Om iets van geld op te brengen voor het glazen huis. Met iets wat ik normaal niet echt zou doen. Dus plaats hier wat onder. En nu de echte reden is dat ik zou onder twee voorbeelden plaatsen. Ik wil echt even aandacht vestigen op een heel oud project van mij. Namelijk mijn gedichten. Die had ik ooit allemaal digitaal. Maar dat is even verloren gegaan. Maar gelukkig heb ik een aantal nog bewaard gebleven in deze map. Ik heb er al twee op mijn Facebookpagina geplaatst. Die links staan hier staan beneden. Maar ik wilde graag. Ik wilde nog meer plaatsen. En ik wil heel graag van jullie horen wat jullie van mijn gedicht denken. En ik wilde ook even extra aandacht op aan besteden. Dat is de hoofdreden waarom ik het in het Nederlands wil gaan doen. Deze vlog in het Nederlands doe. Omdat ik echt eventjes die aandacht wil geven aan mijn gedichten. En mijn gedichten zijn toch in het Engels. Dus ik kan dan wel in het Engels een video maken, maar dat heeft geen nut. Dus dat was eigenlijk mijn videootje. Ik spreek jullie later. Dit was waarschijnlijk voorlopig een van mijn laatste alweer. Een van mijn eerste en een van mijn laatste video's in het Nederlands. Dus ik spreek jullie de volgende keer weer in het Engels. En tot ziens dan, hè. Dag!